De training van dinsdagochtend in Rio eindigde net als maandag met een welverdiende duik in de Atlantische Oceaan. En waar sommigen dan zo blij zijn als een kind, hebben anderen wat meer moeite om het hoofd boven water te houden. En dat zijn vaak dan ook meteen weer de beste stuurlui aan wal. Ruben Lijon geniet in elk geval van de trip naar Rio, al moest ook hij even wennen aan het zeewater. Ja, ik denk in eerste instantie dat je er wel een beetje bang voor bent, maar als je eenmaal erin bent geweest, dan voelt het gewoon lekker. Ik heb mijn diploma's, dus ik kan wel aardig zwemmen. Maar goed, het zwemmen is slechts om af te koelen van de looptraining in de ochtend. Gisteren koos de selectie voor het zand, vandaag kozen ze voor de verharde weg. En alleen er naar kijken zorgt er al voor dat het zweetje uitbreekt, maar Lijon geniet juist van de training. Eigenlijk hebben we niks te klagen. Eerst lekker gewoon hard trainen en daarna gewoon het strand op, het water in en plezier maken. Het voelt wel lekker. We doen alles samen bijna. Iedereen wil toch graag helpen en steunen, dus het komt wel goed. Begin van het seizoen moest je even terug naar Jong Ajax en nu ben je er weer bij. Moet je dan weer een beetje wennen, je plek vinden? Nee, dat niet. Je kent iedereen al een beetje en soms doe je ook trainingen mee. Dus ja, aanpassen is niet zo moeilijk. Hoe is jouw rol binnen de groep? Een beetje rustig, een beetje lachen, praten en gewoon een ding doen. Als je ziet dat de trainer na verloop van tijd complimenten geeft over je instelling, hoe je je terugknokt, dat je laat zien bij Jong Ajax. Dat is wat hij graag wil van talenten. Steunt dat je dan nog meer? Fijn als de trainer zoiets zegt? Ja, dat doet wel veel met je en het voelt ook goed om te horen dat je goed bezig bent. En dan ga je gewoon nog meer willen knokken. Dus, was je ongeduldig of niet? Nee, dat niet. Ik wacht gewoon rustig mijn kans af en als die kans komt, dan pak ik hem.